Wat is een innovatieve mindset? Een innovatieve mindset is als je alles bevraagt wat je doet. Als je dat verandert door radicaal nieuwe ideeën. En als je deze nieuwe ideeën gaat testen met kleine experimenten. En dan kun je met innovatieve producten komen. Maar de meeste van ons maken geen producten. Dus het gaat ook om projecten op ons werk of om de communicatie. Het gaat om de relaties met onze klanten en onze stakeholders. Het kan gaan over de manier hoe we ons werk organiseren. Of over ons businessmodel. Bij al deze manieren van werken zitten aannames. En als we deze aannames zichtbaar maken, als we ze in kaart brengen, dan kunnen we ze veranderen. En veranderen door radicaal nieuwe ideeën. Dan krijgen we een compleet nieuwe aanpak. Maar die moeten we dan ook gaan testen. Testen met een klein experimentje. Waar je een risico loopt, maar niet een te groot risico loopt. Waar je geen toestemming voor hoeft te vragen. Waar je geen budget voor nodig hebt. Klopt die nieuwe aanname beter dan de oude aanname? En dan maak je een soort cyclus van innovatie. Je bevraagt alles wat je doet, je verandert het door radicaal nieuwe ideeën, en deze radicale nieuwe ideeën ga je testen, en dan begin je gewoon weer opnieuw.